hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag maandag en dat betekent dat Thomas weer aan het werk is. En ik heb een product in die goodiebag gekregen die ik heel erg graag wil uittesten. Dus ik ga hem even met jullie uittesten. Het is dit product. En ik heb er wel eens van gehoord, maar ik vind het maar raar. Een soort van crusher waarmee je je tanden witter maakt. Ik ga jullie even ergens opzetten. White pen voor je tanden. Direct witmakende effect is optisch en tijdelijk. We gaan het eens eventjes zien. Ik denk dat je... Ja, al de knopje moet drukken. Oeh, jezus, wat stinkt dat spul, zeg. Komt nog niks uit, dus... Oh, ja, ja, ja. Oké, daar is het. Ik ga er één tand in. Oh, de rand. Zien jullie al verschil? Alleen deze tand heb ik gedaan. Ik zie volgens mij geen verschil. Oké, ik ga ook even deze tand doen. Ik ga hier gewoon het hele rijtje af. Zien jullie al verschil? Nou, deze misschien een klein beetje hoor. Niet echt dat ik zeg yes, dit moet je elke dag doen zeg. Want spul stinkt ook nog als de pest. Het is zo zerig. Nou, ik weet niet waar of mijn tanden dit is geworden. Volgens mij valt het vies tegen. Oké, echt niet lekker. Oké, ik doe het alleen nog even op de onderkant. Ik ga gewoon zo. Daar. Nou, net nagellak. Helemaal mooi. Het is echt zo smerig. Echt niet oké. Oké, we gaan ons gewoon een beetje klaarmaken voor de dag van vandaag. Ik ga namelijk zo. Ik voel het wel zitten. Oh ja, je ziet het al. Kijk dan. Komt er vanaf. Zie je het? Awkward. En dit is geen tand. Nee, joh, kijk al die dingen. Dit is geen tandsteen. Want ik heb echt net. Mijn tanden gepoetst. Oh, wat erg dit. Oh, je kan het er gewoon helemaal van afschragen. Wat is dit voor raar spul, joh. What the fuck? Bebes, vertel mij eens. Waarom zijn jullie flesjes zo vol? Vertel het eens. Hoe kan het nou? Ja, hoe kan het nou, Luna? Vind je het wel grappig dat je zoveel eten laat staan, hé? Vind je dat grappig? Vind jij het soms grappig? Nee, hè? Jij wel. Waarom vind je dat grappig? Waarom vind je dat grappig? Dat is toch niet oké? Jullie moeten toch je fles opdrinken? Wat moet mama nou? Ook doen we nu natuurlijk nog eventjes belly time. Belly, 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 belly time. Ja, jullie doen het zo goed, hè? En af en toe rollen ze om, maar dan weet ik nog steeds niet of dat nou per ongeluk gaat of dat het gewoon echt iets bewust is. We zullen het wel zien. Met een lekkere dikke luier. Ja, ik ga zo nog even je luier verschonen, want dat ben ik vergeten. Ja, en sokjes moeten nog aan en dan kunnen we gaan. Oh! Gekkie. Ja, gekkie. En dan ineens vindt ze het niet meer leuk. En voordat we echt de deur uitgaan, heb ik nog even een lekker zonnebrandje opgesmeerd. Het zit over een hele gezicht, maar ja, ik heb nog een klein beetje extra op de wangetjes gedaan. En dan gaan we echt lopen, aangezien het heel erg lekker weer is. En het ook wel leuk is als ik ze zeg maar kan zien. Dus dan laat ik die kappen openstaan. Maar ja, daardoor zit hun gezicht de hele tijd in de zon. Dus ik dacht, nou, dan doe ik zonnebrand op en dan verbranden ze in ieder geval niet. Nee hè, Marley? Nee. Nou, laten we gaan lopen, jongens. Meisjes eigenlijk, hè? Even tussendoor, ik had vanmorgen zoiets engs. Ik lig gewoon in de slaapkamer met de baby's, want daar beginnen we altijd de ochtend. Ik leg ze altijd in mijn bed neer en dan ga ik nog even met ze een beetje spelen, een beetje slapen af en toe. Fles geven en daarna ga ik douchen en dan gaat de dag echt beginnen. Vandaag, ik lig met die baby's in bed en ik hoor ineens iemand in de tuin. Ik verwachtte niemand. Ik wist dat de familie, één lag er nog te slapen, de ander was wakker, maar die was het niet. Thomas was net naar zijn werk. Zou je altijd zien, hè? Dus ik hoor geklop op mijn raam. Gelukkig waren alle gordijnen dicht. Dus ik doe ook gewoon niet open. Ik ga niet kijken, want ik durfde niet. Bij ons in de buurt zijn er best wel veel inbrekers, dus ik was een beetje bang dat het inbrekers waren. Dus ik blijf wachten. Ik probeer die baby's een beetje stil te houden, want als ze gaan huilen, ja, dan verraad ik dat er iemand thuis is. Dus na 5 minuten dacht ik, oké, het is stil. Volgens mij hoor ik niks meer. Hoorde ik ineens weer geklopt. Ik dacht echt, oh mijn god. En op een gegeven moment op alle ramen. En ik hoorde me in de hele tuin een beetje rommelen en doen. Ik dacht, nou, wat is dit nou? Dus ik de baby's naar de badkamer verhuisd. Deur daar dicht gedaan. Denk, oké, weet je. Vanaf hier kunnen ze me niet horen. Ze kunnen niet zomaar die deur in, want het zit op slot.
Als het goed is, zitten de buitendeuren ook goed op slot. Neem mijn telefoon mee. Als die binnenkomt, bel ik gelijk 112. Gaat helemaal goed komen. En dan ren ik gewoon naar buiten. Uiteindelijk ben ik gaan douchen. En daarna heb ik niks meer gehoord, gelukkig. Bleek het de loodgieter te zijn waar we een afspraak mee hadden. Maar ja. Weet ik veel dat die gast via de tuin komt? Ik schrik me dood. Dus ja, eind goed al goed. We hebben een nieuwe afspraak gemaakt met de loodgieter. En nou komt hij van de week weer eventjes langs. Lekker awkward. Dat soort dingen heb ik nou altijd, ja. En de reden dat ik eigenlijk nooit open doe. Ik heb hiervoor best wel een flinke schuld gehad. Een studiefinancieringsschuld. Gelukkig is nu echt alles afbetaald. Sinds het moment dat wij... sinds ik zwanger ben is eigenlijk alles afbetaald. Maar daarvoor was dat dus nog niet zo. En dan stonden er wel eens deurwaarders aan de deur. En ik kon gewoon niet betalen. Of ik deed gewoon niet. Ik was er heel erg laks in. Echt niet oké. Doe dat ook alsjeblieft nooit. Maar ja, dan stonden er... Hadden we ook wel eens brieven van... Ja, je huis wordt binnenkort leeggehaald. Of je hebt een rechtszaak. Je spullen worden... Er wordt beslag gelegd op je spullen. Bla, bla, bla. Dus... Omdat ik dat heb gehad, zodra ik dan iemand in de tuin door hoor, heb ik gelijk weer die angst van, oh, ze komen mijn huis leeghalen. Of het zijn inbrekers, of het zijn deurwaarders. Daar ben ik altijd ontzettend bang voor. Terwijl, ik hoef dat helemaal niet meer te hebben. Toch zit dat nog een beetje, zit er gewoon nog steeds in. En dat is best wel vervelend. Ik vind dit ook zo'n stukje mooi natuurgebied. Het is niet eens heel veel, maar wat er is, is echt heel erg mooi. Nou, ik ben aangekomen bij mijn oma. Mijn oma is eventjes naar een afspraak en die is over een kwartiertje ongeveer weer terug. Ondertussen gaan wij lekker een banaantje eten. En nou ben ik slabbertjes vergeten mee te nemen. Dus nou zitten we hier zo met een theedoek. Maar die theedoek, die blijft natuurlijk nooit op zijn plek zitten. Want ja, je ziet al wat er gebeurt. Dit. Ja, hij is lekker op je eten. En ik ben vergeten mijn plastic lepeltje mee te nemen. Maar omdat ze toch best wel weinig flesjes krijgen... Kan ik hun fruithapje niet overslaan. Dus doe ik het maar even met een ijzerlepeltje. Want ik weet dat het niet heel goed is. Maar ja, het maakt niet zoveel uit. En dan gaan we zo alweer lekker de volgende hap fles klaarmaken. Nee, niet met je mouw. Nou, inmiddels ben ik weer op de terugweg. Thomas en ik gaan vanavond lekker uit eten. En mijn oma gaat dan eventjes een paar uur oppassen. Dus ik zie er zo meteen gewoon weer. En wat nou leuk is aan deze kinderwagen, ik kan, ik kan af en toe een blik werpen naar de kleine bebes, terwijl het kapje toch nog, hey bebe, terwijl de kap naar beneden zit, dus ze zitten wel droog. Dat is wel fijn, aangezien het een klein beetje is gaan regenen. Maar het valt mee hoor, het valt echt mee. Ik dacht dat het veel harder ging regenen. Het ging ineens best wel waaien en het koelde ineens heel snel af. Maar er vallen gewoon druppels, dus het is prima te doen. Nu moet ik ongeveer nog een uurtje naar huis lopen. Dan ben ik thuis en dan is het wel weer redelijk tijd om ze in bed te stoppen, denk ik. Ik weet niet hoe laat het is. Eén moment hoor. 5 uur. Nou, dan ben ik 6 uur thuis. Doe ik ze even in bad. Krijgen ze daarna de fles. Doe ik nog even... Nee, ik ga eerst een wasje erin doen. Dan verschoon ik even de bedjes van de baby's. Gaan ze daarna in bad. En dan kunnen ze terug in een heerlijk schoon bed. Dat is wel fijn. En dan is het denk ik 7 uur als ze de fles krijgen. Wanneer je moe bent en geen kracht meer hebt om te huilen. Hoentje is blij. Hoor je dat? Even serieus. Oké, ik heb de baby's thuis in bad gedaan. Inmiddels is mijn oma er ook en die is eventjes aan het oppassen. En wij gaan lekker... Oh, moederdag vieren. Ja, moederdag vieren. Een dagje later. Maar, Nou ja, dat moet ook kunnen. Gisteren kwam het gewoon niet zo groot uit. Nee. Mijn moeder kwam net terug van vakantie. Nou, echt laat. Ook echt 's nachts. Dus dat kon sowieso niet. Zij kon sowieso niet oppassen. Mijn oma moest werken. Ja. En om nou helemaal naar Rotterdam te rijden om de baby's erachter te laten. Dat was ook een beetje pittig. Dus we hebben besloten om het vandaag te doen. Gaan we vandaag lekker uit. Ja. Ik heb echt trek om uit eten te gaan. Wij gaan altijd de wok. Eigenlijk gaan we nooit ergens anders uit eten dan bij de wok. Nee, hè? Nee. Best wel saai. Maar ik ben gek op de wok. Ja, en het is altijd lekker. En je kan gewoon onbeperkt eten. En dat is ook wel belangrijk. Ze hebben de carpaccio, garnalen, mosselen. Nou, dat zijn de 3 dingen die ik toch wel... Alleen maar eten. Alleen maar eten en het lekkerst vind. Ik ben in een restaurant en denk ik altijd, jezus, 18 euro voor een gerecht. Daar kan ik gewoon onbeperkt van bokken bijna. Ja. Leg er je drankjes bij neer en je kan onbeperkt bokken. Nou, oké, we gaan even lekker bokken. Oké, ik heb niks van het eten gefilmd, maar... Ik heb chocoladekunst gemaakt. Ik ben met mijn chocoladesausje op een bord gaan tekenen. Sit here thinking of you. Maybe I'm painting blue.
mama.